bakkersfabriek in Breda bakken ze wel 8400 eierkoeken per uur. Dat is bijna 1 miljoen eierkoeken per week. Wat hebben ze hier allemaal nodig om eierkoeken te maken? Nou, allereerst natuurlijk eieren. Heet niet voor niets een eierkoek. En deze zijn al geklutst. Handig. Verder water, bloem, melkpoeder, suiker, sojapoeder is vermengd met bakpoeder, een beetje ammonium, en dat is om de eierkoeken lekker luchtig te krijgen, en een beetje citroenrasp voor de smaak. En dan mengen maar. Zo, en natuurlijk ei. Nee, dat doen we eigenlijk maar zo in de fabriek. Wordt een beetje een zootje. In de fabriek worden alle grondstoffen gemengd in deze grote deegkuipen. 20 minuten alles om elkaar heen husselen en dan is het beslag klaar. Ja, nu kan ik het ei er wel bij gooien. In één zo'n kuip zit 150 liter beslag en dat is goed voor 2500 eierkoeken. Maar nog niet echt een eierkoek. Maar ja, het moet natuurlijk ook nog gebakken worden. Bakken in deze lange oven. En het beslag wordt in deze spuitmachine gepompt. Met behulp van speciale spuitkoppen wordt het op het bakpapier gespoten. Ja, nou zijn het nog een beetje kleine hoopjes. Maar binnen een paar minuten zijn het mooie eierkoeken. En zo rolt het eierkoekbeslag langzaam door de oven. Het begint al echt op een eierkoek te lijken. Wauw, bijna klaar. Oh, heet! Op naar de afkoelbaan. En het afkoelen gebeurt hier in de koeltoren. Dan dit krijgen we niet. Nog geen uur geleden waren deze eierkoeken een paar losse grondstoffen. En na mengen, in de oven bakken en afkoelen, krijg je dan deze eierkoeken.